De Samaka-gemeenschap hoopt dat de Nationale Assemblée zal opkomen voor de belangen van het volk, zegt Iwan Ajako, secretaris van Gamang Albert Aboikoni, aan journalisten vanmorgen na het overhandigen van een brief aan DNA-voorzitter Marinus B. Met de brief is gevraagd dat de voorzitter zijn invloed aanwendt om de vrijlating van activiste R. Edenburg, meer bekend als Asawini, te bespoedigen. Ajako zegt dat de gemeenschap in Brokopondo zich enorm geteisterd voelt in hun vrijheden en hun gezondheid op het spel wordt gezet. Laat me het eerlijk zeggen, deze regering is eigenlijk ziender ogen bezig om de Samaka gemeenschap uit te roeien. In maart vorig jaar hebben ze de spuigaten van de Abubakadam opengegooid om de dorpen daar beneden het Stume te laten verzuipen. En nadat dat niet heeft gelukt, hebben ze nu geprobeerd om de mensen langzaam te vergiftigen met cyanide. Want als Asawini opkomt voor de belangen en de veiligheid van de mensen in het binnenland, en vooral het district Brokopondo, dan wordt zij aangehouden vanwege het feit dat zij opkomt voor de belangen van de mensen en veiligheid. Dus dan neem ik aan dat de regering moet willen de grondrechten van de mensen scant op hoog niveau. Dus naar mijn bescheiden mening zijn ze bezig om ons uit te roeien, om gebruik te maken van dat gebiedsdeel waarin wij wonen, waar er veel hout en goud voorkomen zijn. Inmiddels is Asawini in vrijheid gesteld. Haar verblijfsvergunning was ingetrokken. Onze nieuwsdienst heeft nog geen informatie of dit besproken zal worden. Ajako zegt dat er nog steeds een vrees onder de bewoners van Brokopondo bestaat om het water uit het gebied te drinken. Als zou SWM mij komen zeggen het water uit de kraan is veilig, dan moet hij een emmer daarvan drinken en lopen naar de stad zonder melk te drinken. Dan pas zal ik tevreden zijn dat het heel goed is voor mijn mensen om het te drinken. Maar zonder dat hij die poging niet heeft gedaan, dan zullen wij onze mensen niet toestaan om dat water te drinken. Want ze zijn in feite in staat om ons uit te moorden middels vergiftiging. Ajako zegt dat de mensen van Brokopondo nu het regenwater opvangen om te gebruiken als drinkwater. Er is nog geen water aangeleverd door de overheid.